heeft altijd met beperkte financiële middelen haar taken moeten uitvoeren. Desondanks heeft deze organisatie de criminaliteit kunnen indammen. Dit zei waarnemend korpschef Ruben Kensen vandaag tijdens de herdenking van manschappen die 30 en 35 dienstjaren hebben bereikt. Vanuit de samenleving is de roep naar een veilig gevoel groot. Kensen is zich daarvan bewust en gaf aan dat de politie er alles aan zal doen om het veiligheidsgevoel terug te doen komen. De uitdagingen die er zijn. En ik denk dat we een soort strategie hebben toegepast dat terwijl wij een lijn trekken door het korps heen, dat wij dan werken aan de verschillende speciale eenheden. Trouwens, u merkt het resultaat en het moet beter, snapt u. De rest van het korps kampt met een tekort aan personeel en dat proberen we echt weg te werken. Als dat het geval is, dan gaat u zien dat de politie beter zichtbaar zal zijn op straat. Snapt u? Dat veilig gevoel moet terugkomen. De criminaliteitsbeheersing zal zeker plaatsvinden. Tijdens de huldiging van de jubilarissen werd er ook stilgestaan bij collega's die het leven hebben gelaten. Er werd een krans gelegd bij het monument op het terrein van het politieopleidingscentrum. Diverse sprekers hebben het accent gelegd op discipline, correctie en de werkattitude bij de manschappen. Verder hebben de lichtingsgenoten van Kensen de waardering en ondersteuning uitgesproken aan de waarnemend korpschef. De politietopman, die positief terugblikt op zijn politieloopbaan, doet een beroep op de officieren om zich sterk te maken voor een goede overdracht aan hun ondergeschikten, zodat er een goede basis wordt gelegd voor de toekomst. Ja, toch. We hebben niet lang meer, maar in elk geval, ik zeg het altijd als ik naar die verschillende afdelingen ga. Een goede leider zorgt altijd voor een goede opvolger. Het moet niet zo zijn dat jij over een bepaalde skills, over een bepaalde competentie beschikt. En wanneer jij moet vertrekken, dat wij gaan wenen, omdat wij dan u gaat vertrekken met uw skills, u gaat vertrekken met uw kennis, u gaat vertrekken met uw vaardigheden. Zo moet het niet zijn. Dan bent u geen goede leider geweest. Een goede leider zorgt altijd voor een goede vervanger. En laten we in elk geval met die gedachte, die weinige jaren die we nog hebben, laten we dat expressen op de werkvloer. Laten we zorgen voor goede opvolgers. Laten we zorgen voor gemotiveerde medewerkers op de werkvloer. Ontwikkel de kennis en vaardigheden van de medewerkers, zodat ze